voor deze grap heb je nodig een banaan en een naald. Met die naald gaan we in die banaan prikken. Nou, ergens zo halverwege, hier denk ik. En dan gaan we die naald heen en weer bewegen. Want wat we eigenlijk doen, is we snijden die banaan binnenin, snijden we die banaan doormidden. Die banaan is dus van binnen doormidden gesneden, maar dat weet degene die jij gaat pakken niet, hè. Dus die gaat die banaan openmaken. Die gaat die banaan zo schillen, hè. En als die dan een hap wil nemen, dan valt die, want dan breekt die. Super makkelijk. Veel succes. Oh ja, kijk voor meer grappen op deze website of lees het boek De Vreselijke Tweeling. Want Max is een echte 1 april grappenverzinner.